Dropbox is over, Molly is over. Die kiezen nu allemaal voor no-code oplossingen. Dat uh, misschien je site gewoon uh, tussendoor testjes doet met uh, verschillende button colors of verschillende ab test op pagina's. En dat het op basis daarvan zelf optimaliseert. Hij is begin 20 en behoort tot de nieuwe generatie makers in de digitale bureauwereld. Het toverwoord no-code. Wat is dat nou precies? En hoe is het om zo jong te ondernemen? We gaan erachter komen in dit gesprek. Welkom bij 7D tv Welkom Erwin, Erwin Luijendijk uh, van Cut the Code, agency Cut the Code. Yes. Uh, wat doen jullie? Wij uh, maken websites en webapplicaties zonder uh, code. Dus waar je normaal voor het bouwen van een website of een webapplicatie of een koppeling een programmeur nodig hebt, maken wij gebruik van uh, tools, van software, waarmee wij die websites of webapplicaties maken. Ja. Het voordeel daarvan is voor ons, is dat we als ontwerper, als architect eigenlijk dan van, van hetgeen wat je wil bouwen, uh, ook daadwerkelijk uh, het kan bouwen, het kan ontwikkelen. Uh, omdat die uh, software ervoor zorgen dat, je, dat de techniek uh, relatief simpel is. Ja, en de, so, ik wil zo meteen alles weten over, dat noemen ze no-code, hè? Noemen ze yes. het. Vandaar ook, in, ik snap ook de logica nu met de edicien, Ja, geen code. Zijn, maar, geen code, kat de code. Uh, maar laten we, ik wil eerst even het ondernemersprofiel schetsen, want je bent super jong. Ja. Dus dat vind ik super boeiend. Uh, en dan gaan we daarna gaan we te zoomen weer eens even in op dat no-code. En AI hebben we het ook al over gehad, dus dat, ja. daar wil ik alles van weten. Uh, hoe oud was je toen je begon? Ik was 14 jaar toen ik eigenlijk begon met ondernemen. Ja. En uh, ja, dat, dat kan je dan ondernemer noemen. Ik maakte logootjes en, uh, en websites voor, uh, voor vrienden en kennissen. Ja. En um, op mijn negentiende start ik dan Kat uh, Samen met twee, uh, ja, mijn, mijn toenmalige werkgevers eigenlijk. Ik was daar als stagiair begonnen. Uh, daarmee ben ik Kat gestart. en ah, okay, ze hebben als... jou in het zadel geholpen, zo so te speak. Yes, yes, ze geloofden erin. En uh, ik wil heel graag ondernemen. Dus um, zo zijn we eigenlijk met z'n drieën dan, uh, dan gestart. Ja. Waarbij ik uh, uh, eigenlijk fulltime dan de tent uh, runde. Mm. En uh, een van de aandeelhouders, Jasper, die, uh, die runde dan een dag uh, in de week eigenlijk eerst mee. Ja. En op een gegeven moment... Uh, hebben eigenlijk besloten dat ze meer stille aandeelhouders zijn en ja. op advies zeg maar afroepbaar zijn, mm -hmm. maar niet echt inhoudelijk meewerken. Oké. Okay. En inmiddels zijn er ook weer weer verschuivingen geweest. En op dit ja. moment is jouw bedrijf zo'n beetje van jou, hè? Bijna ben ja. je bijna alle aandelen. Zij zijn nog wel een klein beetje erin. Ja. Ja. Klopt. Uh, waarom wilde jij zo graag ondernemen dan? Het was niet per se dat ik wou ondernemen. Uh, maar ik had wel een uh, vrij eigenwijze gedachtegang. Uh, waar nog niet een werkgever voor, uh, voor was. Dus dan moet je het zelf worden, denk ik. Uh, nee, ik denk wel dat het ondernemen erin zat. Uh, maar uh, ik had het ook prima gevonden om voor een werkgever te werken. Alleen toch met deze eigen wijze gedachtengang was dat niet echt mogelijk in een. Ja, ja, je was eigenwijs. Maar je had met name. Je, je zag, en dat was dat No-Code verhaal. Ja, eigenlijk. Ik zag ook echt wat intentie. Echt, precies, en ja. je wilde daar gewoon iets mee. En dat ja. ging niet rap genoeg en dan doe je het mezelf. Ja, exact. Geduld hey, heb en, ik zeker niet. Dus dat, uh, en, hey, geduld ja. heb je niet, eigenwijs heb je niet. Zie je daar al kenmerken <laughs> van ja, ja. Hey, En hoe doe je dat dan? Ga je dan braaf naar de KVK en lees je een folders door? Of hoe werkt dat dan? Ja, we gingen gezamenlijk uh, inderdaad inschrijven. Uh, maar eigenlijk was het. Stond ik niet erg stil bij het opzetten van het bedrijf. Het was voornamelijk gewoon zo snel mogelijk uh, uh, eigenlijk die techniek uh, leren en, uh, en, en, en klanten uh, krijgen. Mm -hmm. um, en het uh, bedrijf bouwen, dat, uh, dat, dat ging daarnaast, zeg maar. Ja, ja. Um, ik, dat, ging, uh, dat ging hartstikke goed, echt met een uh, vliegende start. Ja. Vliegende start wil zeggen omdat je meteen klanten waren? Ja, want even hè, je voor die tijd zei je, toen je 14 was, maakte je logo's en zo. Uh, moet ik jou? Ja, dan weet ik dat ik in hokjes denk wat we straks met no-code helemaal opnieuw gaan definiëren, maar was jij designer, was jij zeg maar programmeur, was je allebei een beetje front en wat deed jij? Ja, wat, ik, wa ik was echt uh, ontwerper. Um... Maar ik heb wel altijd al interesse gehad in de technische kant van het ontwerp. Dus ja. uh, ik wou wel weten hoe een developer aan de slag ging uh, ja. met het ontwerp, zeg maar. Ja, ja precies. Wist de basis. Ja, ja. ja precies. Is de basis. Uh, zijn er voor- en nadelen te noemen aan uh, ondernemen en jong zijn? Ja, het voordeel is dat je opvalt, uh, dat scheelt heel erg met uh, überhaupt een beetje publiciteit, uh, aandacht krijgen voor je onderneming. Um, ik denk ook dat er natuurlijk een stukje uh, jong denken nog in zit met alles kan en alles mag. En uh, dat helpt ook wel om, uh, om wat uh, obstakels waarvan je dan nog niet af weet. Uh, uh, of ja, om, omdat je die obstakels nog niet weet, doe je het gewoon. En, ja, uh, en dat helpt wel enorm. Ja. Um, het nadeel is natuurlijk dat je wel echt vertrouwen moet, uh, moet wekken in, uh, bij, bij nieuwe opdrachtgevers. Uh, en bij mensen die je aanneemt. Van, ben jij een goede leider? Je hebt ook mensen aangenomen die ouder zijn. Ja, ik was eigenlijk altijd de jongste. Ook de stagiairs waren ouder. Ja. Dus dat was wel... Uh, ja, voor mij um, is het gelukkig altijd een beetje zo geweest. Mijn vrienden waren altijd uh, minstens vijf jaar ouder. Uh -huh. uh, dus ik was wel gewend om sowieso met oudere mensen samen te werken. Hoe kan dat dan? Zijn leeftijdsgenoten niet leuk? Nou ja, ik denk toch dat, uh, ja, dat, dat ik graag. Uh, ja, ik weet niet, er is altijd wat interesse geweest in uh, een uh, oudere. Uh, ja, mensen die wat verder waren, denk ik. Met de oude ziel. Ben jij. Met de oude ziel, ja. Ik ben oude opa en een jongen. <laughs> ja. <gang>. Hé, <Hey>, maar <laughs> luister eens, uh, toen jij begonnen, um, hoe leer jij um, uh, ondernemers dingen dan? Is dat dan, want ik zeg net, net gekskerend de, de folder van, uh, van de KVK. Maar ja. hoe hoe, of, of was je daar helemaal niet mee bezig? Als je iets van, ja, het feit dat het een onderneming is, boeien. Ik ben gewoon mijn klanten bezig en het zal allemaal wel. Ja, kijk, ik kom natuurlijk wel administratie bekijken en dergelijke. Ja. Dat vond ik wel heel interessant om te leren. Dus dat scheelde. Uh, maar ja, het voor mij was het hoofd. Ja, het, het grootste uh, de reden waarom ik het wou doen. Is om, omdat ik dan uh, met, met klanten deze nieuwe innovatie. Uh, ja. uh, kon toepassen. En. Uh, omdat ik gewoon het werk heel erg leuk vind. En, um, en, en hoe kom jij. Want uh, waar staat het bedrijf nu? Schets het even waar het bedrijf nu staat. Ja, het is een klein beetje context voor nodig. Het bedrijf ja. uh, groeide tot acht mensen. Ja. Uh, en een, op 1 januari 2024 uh, hebben we eigenlijk, uh, uh, heb ik de helft laten overnemen door uh, mijn compagnons. Ja. Waardoor ik weer een stuk fle uh, flexibeler ben. Ook omdat ik, ja, als je met acht mensen bent, dan ben je meer aan het managen dan, uh, dan eigenlijk uh, nog de inhoud uh, aan het opzoeken. En ik vind die pioniersrol heel erg leuk. Dat is heel moeilijk met een groter team. En maar als je dat zelf wil doen, dat pionieren binnen de no-code-industrie, uh, um, en ik merk dat als je jong bent, dat je nog niet precies weet waar je naartoe wil gaan en wat de stip op de horizon is. Dus die vrijheid, dat, dat gevoel dat je het schip nog alle kanten op kan sturen, dat vind ik echt een heerlijk gevoel. En uh, als het groter werd, uh, moest het nog concreter zijn. Ja. Uh, dan moet je echt een bedrijf gaan bouwen. En dan moet je over dingen exact. nadenken waar je eindelijk geen zin in hebt. Nee. Maar betekent het nou dat je eigenlijk bijna weer naar een freelance status aan toe bent aan het bewegen? Nee, dat niet. Ik heb nog wel personeel. Ja? Um, en we werken ook nog met een hybride team in het buitenland. Dus er is nog steeds wel schaal en we kunnen echt nog veel capaciteit aan. Maar het is niet zo dat. Uh, uh, ja, het is nog wel echt dat je die vrijheid weer hebt, zeg maar. Ja. Dus ja. Uh, en je opereert zijn uit Zwolle? Ja, maar we hebben wel een, uh, een locatietje in Amsterdam en in Utrecht. Omdat ja. daar uh, eigenlijk de meeste uh, klanten zitten. En omdat ons team. Uh, één iemand zit bijvoorbeeld in, uh, in Brabant, dus dan is het makkelijk. Uh, dat we wel uh, een beetje in het midden afspreken. Zeg is het een maar... hybride? is het gewoon is het allemaal hybride allemaal. Zeg ja. maar. En wat betekent hybride in jou, als, als je kijkt naar jouw agency, en ja, jij bent de werkgever, uh, ook al is het nog maar klein. Ja. Maar hoe, uh, wat heb je afgesproken met je teammates? Zeg maar? Is het dan, uh, we zien elkaar een dag uh, fysiek of helemaal niet? Of ja. hoe, hoe, hoe loopt dat? Ja, minstens twee dagen in de week zien we elkaar fysiek. Okay. En voor de rest eigenlijk thuis. Oké, okay, precies. Ja. Ja. Hey, en je hebt tof klanten. Ja. Uh, uh, avocado Show zag ik voorbij komen, Ron Simpson. Uh, we hebben J.J. Boske. Ja. Hoe kom je aan dat soort uh, klanditie? Um, nou, de namen die je nu noemt, uh, daarvan uh, Ron en, en J.J. zijn voor ons voornamelijk uh, uh, meer relatiesamenwerking. Uh, uh, Ambassadeurs? Ja, ja. Ze gelooft in het verhaal en uh, wij vonden het heel tof om ze te helpen. En RL, daarvoor geeft ze ons uh, ja, hulp eigenlijk met het uh, uh, ah, netwerk. Ja. Ah, heel goed. Uh, maar er komen we wel ook, uh, we doen ook regelmatig betaalde klussen met ze. Uh, vooral okay. met Ron. De Stavokade Show is dan inderdaad een betaalde klus. Ja. En, uh, en zo rolt dat eigenlijk door. En wat zijn andere klanten die, die misschien iets minder bekendheid hebben, maar waar jullie projecten mee doen nu? Um, bijvoorbeeld vacature via, een creatief vacatureplatform uh, in Nederland. Het grootste creatief vacatureplatform van Nederland. Uh, we werken ook dus uh, met Samsung bijvoorbeeld, dus dat is weer een wat grotere klant. Ja. En we zijn nu ook weer met, uh, met twee hele andere grote klanten bezig. Um, helaas is dat een NDA's, dus daar kan ik niks over vertellen. Uh, maar eigenlijk uh, uh, ja, stapelt het, ja, het begint het, begin het nu echt zeg maar, tractie te krijgen voor, voor, het grotere, ja, ja, ja. voor de grotere merken. Laten we dat no code eens even ja. uitleggen. Je, le je legt het net al even uh, uh, zeg maar heel, heel simpel uit. Ik heb mensen ook wel eens de metafoor met uh, um, een soort, soort blokkendozen, ja. een soort Lego, wat je aan elkaar uh, klikt. En dan. Uh, Ehm um, duik eens even die wereld in. Ja. Nou, als ik het vanuit de website-wereld bekijk... Uh, want je kan natuurlijk verschillende kanten ermee op met, de, met het no-code-verhaal. Ja. Uh, wij zitten dan voornamelijk aan de website-kant. Je kan ook meer aan de applicatie-kant zitten... of aan de database-kant of aan de uh, API's-kant en koppelingen. Ja. Ja. Uh, vanuit de website-kant is het eigenlijk echt booming geworden... toen Webflow op de markt kwam. Um, daarvoor had je al no-code-tools als uh, Wix en... Um, ja. Nou ja, dat, uh, dat, dat soort zeg maar standaard tools waar iedereen wel mee overweg kon. Maar die waren eigenlijk niet geschikt voor de grotere markt, voor, grotere, uh, voor groter dataverkeer mm -hmm. en voor de grotere merken. En met Webflow was dat eigenlijk in één keer een, uh, een, een verandering. Uh, want daarmee kon je wel hele stabiele websites maken, geen limieten meer op front-end. Um, okay. En eigenlijk daaruit zijn ook weer andere tools ontstaan, zoals Framer. Uh, ook een hele goede tool binnen de websitewereld. Um, maar wat doet Webflow precies? Ja, wat het precies doet is eigenlijk het stukje programmeren wat een programmeur doet, visueel maken. Dus ik ben een beelddenker en voor mij is het veel logischer als ik visueel een uh, blokje kan slepen dan dat ik in programmeertaal het blokje moet typen. Ja. En dat is eigenlijk wat Webflow, uh, web, wat Webflow heeft gedaan. Plus, een ander voordeel, ze hebben heel veel van uh, wat, wat je standaard moet toepassen in je website, zoals beveiliging. Uh, uh, API's, zeg maar, uh, koppelen. Dat hebben ze veel makkelijker gemaakt. Ja. Uh, het CMS bouwen, uh, waardoor je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Daardoor ook echt enorm veel tijd bespaart. Ja, Precies, dat zit de default allemaal in. Wat is nieuw? Ik weet nog dat. Nou, uh, ik, ik, lang geleden heb ik een het het bureau gehad en toen had je op een gegeven moment had je de eerste, uh, ze noemen dat dan van die WYSIWYG-tools waarbij jij sites kon bouwen. Ik ben ja. de merknaam even kwijt, maar dan kon je ook, maar er was toen waanzinnig veel kritiek om, want er zat zoveel shitcode in. Ja. Dat, zeg maar, de HTML diehards die zeiden van, ah, maar dat is gewoon niet clean en er was hele lange pagina's en laadtijd ellende. En ja. Is dat anders dan wat je nu no-code noemt? Want dat was ook ja. met dat je, dat je heel makkelijk dingen, zeg maar, Wizzywig, je kon plaatjes slepen en blokjes tekst. En ja. we herkennen het nu nog wel natuurlijk, als we in WordPress bijvoorbeeld lopen te editen. Ja. Maar dat is wat anders dan no-code. Nou, ja, iedereen noemt het no-code. Maar ik denk dat als je uh, er wat meer vakidioten vraagt, dan, ja. uh, dan zullen we inderdaad zeggen dat dat niet no-code tools zijn. Ja, ja. We hebben het dan liever over de tools waarmee je echt uh, ja, hele hoogkwaliteit code genereert met die, uh, met die tools. Um, en dat komt. Die tools zijn wat ingewikkelder om te leren. Duurt een aantal weken in plaats van een dag. Um, maar daarmee kan je veel robuuster ontwikkelen. Dus je kun, je echt, kun jij alle sites no-code ontwikkelen? Je kan eigenlijk alle sites no-code ontwikkelen. Kijk, op e-commerce vlak zou ik het nog niet proberen. Um, maar eigenlijk alle marketing, leadgen, websites kan sowieso. Pre Precies. En waarom um, e-commerce niet? Omdat te veel back-end zit dan? I nou ja, je hebt natuurlijk Shopify, wat al deels een no-code yeah. tool is geworden. Oké. Okay. Alleen. Um, wat je eigenlijk de problemen met bijvoorbeeld webflow en e-commerce is dat ideal bijvoorbeeld niet beschikbaar is. Uh, je mist gewoon heel veel Europese um, betaalmethodes. Uh, het ja, ja, ja. is heel het erg toegespitst op uh, Amerika. Okay. En heel veel van die tools blijven ook echt op alleen op front-end of alleen op back-end of alleen op de koppelingen. Omdat ze dan uh, het beste kunnen zijn in hun uh, expertise. Hmm. Um, hetzelfde geldt voor Shopify, die gaat ook geen marketing-websites maken. Nee, 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 nee. Dus dan zou je eerder moeten overstappen naar, een, uh, naar een Shopify als je echt de e-commerce-kant. Uh, wil gebruiken. Hoe, wat zijn jouw argumenten als jij bij uh, klanten, hè, de, je komt bij uh, bedrijf X en die wil iets met online en ze nodigen jullie uit uh, en dat is, die, mensen hebben geen echt verstand van techniek. Uh, hoe leg je, wat is jouw argumentatie dan om uit te leggen waarom jullie doen wat jullie doen? Ja, nou voor je, je kan op, uh, om meerdere redenen kan je no-code gebruiken. Je hoort vaak dat um, ontwerpers no-code gebruiken omdat ze een stuk creatiever kunnen zijn. Dat is ook een van onze uh, redenen: dat je niet een uh, developer hoeft uit te leggen hoe je iets moet animeren. Of uh, je kan even net wat verder gaan op de creativiteit, omdat je zelf als ontwerper bouwt. Het andere voordeel, dat is ons grootste voordeel, is dat wij um, het fundament neerzetten voor een bedrijf. Dus we bouwen een website en vervolgens leiden we hun team op om dat zelf te kunnen doorontwikkelen. Het voordeel daarvan is dat zij niet meer zo afhankelijk zijn van een agency. Dat um, ze makkelijk kunnen testen, experimenteren uh, met bijvoorbeeld nieuwe segmenten binnen een industrie. Uh, ze kunnen hun website makkelijk aanpassen. Uh, en dat is dan voornamelijk heel relevant voor klanten waarvan de website echt ontzettend belangrijk is. Hm. Echt een marketing uh, uh, asset, zeg maar. Maar schiet je jezelf dan niet in de voet? Je kan ook zeggen: van, Weet je wat, neem je ons lekker een onderhoudscontractje af en, ja. uh, en een, een of andere overeenkomst. En dan zorgen wij ervoor dat wij dat allemaal doen. Ja, slim voor mij als ondernemer om te doen, zou je denken. Ik denk alleen juist dat het daarom heel uh, interessant is... om juist tegengas te geven op die uh, gedachtegang. Uh, in plaats van het voor te doen, het uit te leggen... en juist als kennispartner betaald te krijgen. Ja, 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 ja. Dus er zijn ook andere manieren om betaald te krijgen... natuurlijk dan het alleen maar voor te doen. Mm -hmm. En ik geloof dat met AI en dat de wereld... Uh, uh, dat het makkelijker is om een generalist te worden... Um, omdat de inhoud wat, wat, in, uh, wat makkelijker is dan dat het vroeger was... Mm -hmm. um, dat het ook steeds logischer is dat bedrijven steeds meer in huis gaan doen... Um, Plus, we zien ook heel erg een, een, natuurlijk een tekort aan developers. Ja. Uh, en hiermee haal je ook wel echt een heel veel werk weg bij de developers misschien uh, binnen je bedrijf. Omdat je de marketingkant uh, ja, meer bij de marketeers en bij de ontwerpers laat. Is dat met name waar NoCode Code heel erg in past in het, zeg maar, de marketinggedreven uh, online omgevingen? Ja, daar is het nu wel echt het beste voor. We zien wel echt dat de webapplicatiekant nu ook heel interessant begint te worden. Dus een appje maken voor je mobiel... of uh, ja, gewoon ja. echt hele toffe, robuuste uh, webapplicaties... Mm -hmm. worden steeds makkelijker om te maken. Maar zijn wel een beetje, denk ik, nu aan het begin van, uh, ja, ja. van, van die innovatie. En wat zijn de argumenten... want het is ook een soort religie, hè? dat hele no-code-wereldje. Je hebt echt believers en uh, non-believers en zo. Nou, jij ja. zit, uh, want je jij jij hebt ook iets van een clubje opgericht, toch? Ja. Het, uh, even kijken. Ja, een community noemde jij het. Klopt, ja. Het is de no-code-community... We zijn inmiddels met duizend mensen. Ja? In Nederland? Of, uh... In Nederland. We zijn alleen maar Nederlanders. Ja? We zitten in één Slack-kanaal, ja? een chatgroep. Ja? Um, en het, het is inderdaad zo dat, uh, dat er een uh, soort van uh, religie uh, van uitgaat. Um, dat komt ten eerste omdat we heel enthousiast zijn... dat we nu eindelijk als ontwerper kunnen ontwikkelen... en echt toffe producten kunnen maken. Um, en, maar het is ook een beetje omdat het gewoon echt aandacht moet krijgen... omdat um, ja, iets wat traditioneel is, wat altijd heeft gewerkt zoals het heeft gewerkt. Yeah. Het ook, dat moet je ook doorbreken. En daar is gewoon uh, flink wat geluid voor nodig. Vandaar dat we ook die community zijn gestart. Om uh, draagvlak te krijgen voor deze nieuwe beweging. En ook om elkaar te inspireren. Um, en, en elkaar dingen uit te leggen, omdat het nog vrij nieuw is. Maar waar ligt de grens tussen. Tussen code en no code. Als jij echt een applicatie wil, een, een site wil maken even online, maar die zit echt gekoppeld aan een database. En er zitten moeilijke queries in. En er moet weet ik veel wat er allemaal mee moet gebeuren. Kan dat allemaal met no code? Of moet je dan de blokken, is, is het blokkenspel, noem ik het maar even, ook bijna coderen? Nou, het is lastig om te zeggen waar precies uh, de grens zit. Um want je kan ook gewoon code toepassen binnen die Noco tools. Ja, ja, dus als ja, ja. het toch even voorbij die grens moet, dan is dat altijd nog mogelijk. Ja. Maar ja, die, die grens neemt echt met de maand. Uh, zeg maar, met de met de maand wordt de grens uh, grens uh, breder. Ja. Um, en um, wat is het wat is het wat is het profiel van jou, zeg maar? Oftewel, wat is, er, wat is een typische no-coder? Wat is dat voor een mens? Wat kan die? Ja, ook dat heb ik vanuit verschillende invalshoeken. Ja. Je kan een no-coder worden vanuit, een, vanuit programmeerkennis. Je kan een no-coder worden vanuit meer de marketingkant... maar ook dus vanuit de ontwerpkant. En voor mij dan, uit de ontwerpkant... Uh, is het dat ik uh, hele toffe um, en hele goed confronterende uh, websites kan maken. Um, omdat ik als ontwerper uh, denk. Ja. Uh, en ik ontwerp het zelf. En ik kan het vervolgens ook zelf animeren. Ik kan het zelf in elkaar zetten. Um, en doe je het ontwerpen ook in no-code-achtige omgevingen... of gebruik je daar een klassieke tool? Ik noem dat dat Adobe ooit als klassieke ja. tool wordt genoemd. Maar... Ja, Figma wordt er nu veel gebruikt voor het ontwerpen van websites. Dat, uh, dat gebruik je uh, dan voornamelijk. Zit Adobe in een gevarenzone met zijn pakketje van... Pakketje? met zijn pakket Photoshop, Premiere en uh, dat soort zijn... ja. ja, 100% helemaal ja. als het gaat om, om de website-wereld. Ik weet dat Adobe ook een bot heeft uitgebracht op Figma. Dat ging volgens mij om een miljard euro, uh, dollar destijds. Ja. Uh, dat bot is volgens mij niet doorgegaan, of dat die koop, uh, zeg maar. Yeah. Maar je ziet inderdaad dat, um, als het gaat om digitale creatie, dat Figma nu uh, de, in de lead is voor het ontwerpvlak. Uh, en dan uh, op de website wereld zijn het nu echt uh, Webflow en Framer die, uh, hm. die het hardst gaan. Ja, ja dus En, en je schaar. ziet ook eigenlijk steeds meer, want dat is heel interessant, dat um, een ontwerper kan steeds makkelijker zelf ontwikkelen. Dus je ziet ook dat Figma steeds meer zich uh, gaat vormen om die tools als Framer en, uh, en Webflow heen. Het zou kunnen zijn dat je misschien in de toekomst wel gewoon met één druk op de knop je websiteontwerp ook als website kan uh, uh, exporteren. Ja. Maar je ziet ook dat die tools als een Framer en Webflow plugins maken voor Figma, waarmee je heel makkelijk je ontwerp kan overzetten naar hun tool. Ja. Uh, en dat gat wordt steeds kleiner, wordt, het wordt steeds efficiënter om dat te doen. Uh, ah. En dat gaat ook echt elke maand, uh, nieuwe updates en... Uh, elke maand verandering. Ja, het gaat zo rap, hè? Dat ja. Het is echt sneller, is niet bijten. Wat is de rol van AI? Of hoe zie jij die in jouw wereld? De rol van AI in onze wereld uh, is, uh, is top. Want uh, eigenlijk, wij, wij praten altijd al over het steeds efficiënter bouwen van websites. Um, maar je ziet ook dat die tools waarmee we werken ook zelf AI integreren. Dus zij zijn ook steeds uh, meer aan het nadenken... Hé, hoe kunnen we nog sneller bouwen? kunnen we nog makkelijker uh, die, van Figma uh, naar uh, Webflow bijvoorbeeld gaan... Um, en wij zien dit op een gegeven moment wel zover dat uh, misschien je site gewoon uh, tussendoor testjes doet met uh, verschillende button colors of uh, mm -hmm. uh, verschillende AB-tests op pagina's. Mm -hmm. En dat het op basis daarvan zelf optimaliseert. Um, dat zou natuurlijk helemaal uh, tof zijn. Dan krijg je gewoon echt een, een zelfdenkend systeem wat zichzelf uh, verbetert. Hoe moeilijk is het om over de toekomst van je bedrijf na te denken? Uh, en dan met name als het gaat om expertise die je nodig hebt? Um, dat is redelijk ingewikkeld. Helemaal als je voor in de trein zit. Als je meer uh, op een langzamer, uh, in, een, in een langzamere wereld uh, ja, leeft. Dan, dan is het wat makkelijker om natuurlijk te voorspellen waar het bedrijf naartoe gaat. Vandaar dat ik ook echt een redelijk klein bedrijf wil houden. in, in uh, core zeg maar. Ja. omdat we dan echt kunnen pionieren. Dus wij kunnen morgen uh, de manier veranderen. hoe wij ontwikkelen. Ja. Ja. Um, en we kunnen ook morgen onze, onze klanten helpen om uh, op een andere manier te ontwikkelen. Mm -hmm. En dat is het voordeel van wat kleiner blijven, dat heel makkelijk uh, adopteren, uh, makkelijk kunnen meebewegen met, met waar, waar de techniek naartoe gaat, um, het is niet per se goedkoop, hè? want ik uh, informeerde ooit. eens dus even ik denk, nou ik heb een heel simpel websiteje, kost het ja. dan bij jullie, en ja. toen kreeg ik wel tarieven om een oren denken goed, dat is net even iets kostbaarder dan een WordPress siteje, zeg ja. maar. Ja, de no-code kan, uh, kan wel echt uh, goedkoop gedaan worden. Je kan templates gebruiken. Um, maar bij ons uh, ligt het, zit er een bepaald segment. Uh, waarbij design systems heel relevant zijn. Dus we werken ook alleen maar vanuit design systems. Wat zijn design systems? Uh, eigenlijk manieren om je. Eigenlijk leg je een soort van je, het ontwerp van je website ja. uh, vast in een bepaalde regelgeving en een bepaalde structuur van hoe je kleuren gebruikt, hoe je uh, oh ja. elementen gebruikt. Waardoor je een soort van logica krijgt in wat het volgende component zou moeten worden. Of uh, hoe het volgende component eruit zou moeten komen te zien. En dat is eigenlijk om dezelfde taal te spreken als ontwerpers, waaraan je uh, bij, uh, uh, als je aan dat project werkt. Plus het scheelt heel veel geld in uh, ontwikkeling, omdat je veel efficiënter nadenkt over wat je gaat bouwen. Um, en wij doen het eigenlijk ook omdat wij dus geloven dat Figma straks makkelijk naar Webflow kan en dat, die, uh, dat, ja, dat het daarvoor heel belangrijk is dat je een heel systemisch uh, ontwerp hebt. Dit klinkt bijna AI promptachtig, hè? dus dat, ja, je, het, dat je een soort system ja, ja. prompt hebt van dit is de design principles van deze site. Exact, ja. Ja, we zijn ons echt al aan het voorsorteren op, uh, uh, op, op dat het straks gaat veranderen. Ja. Uh, dus goed over aan nadenken van hoe bouwen we nu de sites op? Kunnen we daar een systeem in aanbrengen? Want als er een systeem in zit, dan kunnen we het later makkelijker met AI verder brengen. Ja. Zijn er specifieke organisaties die... Is het zo dat je nu ook bij de wat meer innovatieve... Uh, organisaties naar binnen stapt als bureau? Of, of ben je ook al binnen bij de, bij de grote, wat klassiekere... of behoudende organisaties die, weet ik veel... Hoe zit het met veiligheid? Ja. Uh, de, de, wat dat soort. Je kent die vragen wel. Ja. Hoe werkt dat als je kijkt naar jouw konditie? Ja, het zijn wel meestal de wat hippere organisaties... die, ja. uh, die, die deze innovatie durft te ontarmen. Je ziet nu wel dat langzamerhand... bijvoorbeeld een Dropbox uh, is over, Molly is over... Uh, um, yeah. en, en zo zijn er nu uh, bijvoorbeeld Upwork, dus een grote vacature yeah. uh, site. Uh, ja, die kiezen nu allemaal voor no-code oplossingen. Kies Molly ook voor no-code? Ja, die hebben net een hele website naar framer omgezet. En okay. een WeTransfer achter, ik vind ik dan ook typisch. Die ja, Transfer heeft yeah? ook, uh, ook oh, zoiets serieus? gedaan. Uh, die was een van de eerste die dit uh, adopteerde. Wel met een bepaald gedeelte van hun website. Yeah, yeah, yeah. Maar je ziet wel dat, uh, dat zij ook zien dat ze hun development ermee kunnen ontlasten. Die willen ze gewoon op het product hebben. En, uh, zo n, zo n, en Bunk? Of weet je, het? Bunk heeft ook een Webflow-website. Ja. ja. Dus dat is, dat is heel interessant. Uh, ja. Dat zijn echt de bedrijven die dan... Uh, je krijgt wel een andere beeldtaal, hè, meteen. Ik merk meteen dat als ja. ik op zijn JJ-site kom... Of, ja. uh, of ook als ik in mijn bunk-app rondhang... Het, is, het zijn in één keer... heel veel conventies zijn in één keer overboord. Ja. Uh, er zullen natuurlijk best wel mensen zijn die daarvan gruwelen. Hè. Die zeggen van... ja, gast, hebben we 40 jaar nagedacht over interaction design... <laughs> en in één keer beweegt alles... en, en, en weet je wel, ja. in één keer zijn er best wel ander, is er een soort andere beeldtaal ontstaan. Hè? Ja, ik ja. vind hem tof. Ja, je ziet echt dat de architect bouwt, dus ja, 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 ja. waar het vroeger altijd toch weer langs uh, de uitvoerder moest zeg maar, uh, of, ja. of uh, la langs de bouwer, um, is het nu dat ontwerpen daadwerkelijk uh, en jij noemt bouwt de architect bedenkt. is de ontwerper. Ja. Oké. Okay. Ja. En kijk die design principles die blijven gewoon hetzelfde, dus het is ook soms even dat uh, ontwerpers eindelijk uh, hun, hun gang kunnen gaan zeg maar. Precies <laughs> dat. Um, maar uh, ja, je ziet, je ziet bijvoorbeeld uh, Bunk uh, en Molly, die hebben wel gewoon echt een normaal converterende website. Het is ja, niet, uh, nee. niet ontzettend anders als de andere nee. websites. Maar je ziet ook dat er steeds creatievere websites worden gebouwd nu, uh, omdat die ontwerpers dus nu kunnen bouwen. Wat moeten alle developers gaan doen? De tools bouwen waarmee waar <laughs> wij werken. Ja. Uh, kijk, developers zijn heel hard nodig nog steeds. Mm. Um, voor, voor inderdaad het bouwen van tools uh, waar die ontwerpers of die marketeers uh, dan mee kunnen ontwikkelen. Um, of dat ze echt op de complexe, uh, complexere vraagstukken ja, zitten. Ja. Je ziet dat er nu eigenlijk vaak de indeling was van uh, expertise bij exp uh, expertise. Dus um, uh, een website werd gewoon gemaakt door een developer uh, en een ontwerper. En uh, een applicatie wordt ook gewoon door een developer en een ontwerper gemaakt. Alleen nu gaat het eigenlijk een beetje naar een, een splitsing op complexiteit. Ja. Dus het complexe gedeelte hou je bij een developer, en het wat makkelijkere gedeelte, wat 80% is van een website, dat is niet heel erg spannend qua techniek. Ja. Dat kan je dan houden bij die, bij die ontwerper, ja. waardoor die developers ontlast. En wat ik wel interessant vond, de eigenaar van uh, Nvidia, die heeft twee weken terug een uitspraak gedaan: uh, ga geen code leren. Het um, is natuurlijk een hele heftige uitspraak. Maar dat vond ik wel heel interessant, omdat natuurlijk uh, dat heel feitelijk is. Heel veel wat, wat betreft uh, programmeren is heel feitelijk. Uh, en dat zal wel steeds meer opgeslokt worden door AI. Ja. Um, ja. Dus het is ook heel interessant om als. Um, ontwerper niet per se de neiging te hebben om ook te willen programmeren. Als je die tools leert, dan ben je echt al een heel eind en kan je nog steeds uh, de, de diepe expertise houden in het ontwerpgedeelte. Ja, ik snap je zegt. Ja. Hoe oud was jij nu? Ik ben nu 22. 22. Uh, Hoe ver denk jij vooruit? Qua leven en ondernemen en carrière en ambities. Jaartjes, twee jaartjes. <laughs> ja, that's it. Ja, ik vind het nu nog fantastisch om te doen. Blijf ja. nog, denk ik. Uh... Heb je gestudeerd eigenlijk? Ja, ik. Ik ben uh, van VWO naar uh, TL, naar MBO uh, uh, binnen drie jaar afgerond. Ja. Omdat ik eigenlijk snel ook van school wou. <laughs> dus ik heb er alles aan gedaan om daar zo snel mogelijk van af te komen. Um, ja, en ik zie eigenlijk dat het mij enorm helpt dat ik uh, uh, heel erg uh, uh, ja, zeg je, heel, heel erg uh, zelflerend ben. Dat helpt ja. me heel erg. Uh, ik denk dat het ook nodig is als je binnen deze markt ja. voorop wil blijven. Er is geen opleiding voor. Nee, helaas niet. Nee. Nee. Dus um, ja, ik, ik blijf gewoon lekker doorgaan met wat ik nu doe. Uh, en dat is dan naar code bouwen en teams onafhankelijk maken als het gaat om, uh, om een website. Mm -hmm. En um, ja, we zien wel waar dit uitkomt. Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat als je even ondernemend denkt, hè, dat, dat jij bent natuurlijk wel interessant. Dus je zou ook kunnen zeggen, weet je wat, ik ga wel degelijk groeien tot ik een mannetje of 20, 30 heb. En dan heb ik een bedrijf met heel veel waarde en dan kan ik dat verkopen en... Ja. Uh, is dat interessant voor jou? Mm, nee, nu niet per se. Ik vind het nu gewoon veel te leuk. Dus als zou ik er heel veel geld voor krijgen en zou het een super slimme ondernemersstrategie zijn, dan, uh, dan nog zou ik het niet doen. Um, omdat ik het gewoon veel te leuk vind om nog zelf uh, in, in die techniek te blijven. En ik geloof dat het ook wel andere manieren zijn om, uh, om, om geld te verdienen en uh, om, om slim te ondernemen. Uh, dat hoeft niet alleen maar uh, door bijvoorbeeld het bedrijf te verkopen of ontzettend te laten, te laten groeien in mensen. Hoe kan dat dan ook? Nou, ik zie het wel voor me dat, dat we dus die kennispartner zijn. Ja. Uh, maar ook dat we misschien straks meer richting de educatieve kant gaan. Dus waarin we als pionier ook meer gaan uitleggen um, ja, hoe het werkt, wat we doen. Uh, daar systemen voor maken en dat aan bedrijven verkopen. En dat is veel schaalbaarder dan alleen maar dienstverlening. Oké, een soort education systems voor uh, de uh, transitie naar no-code? Ja, we weten het nog niet. Um, uh -huh. het, zijn, uh, het zijn in ieder geval wel gedachtegangen waar we mee bezig ja, zijn. Ja, 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 ja. Ik wens je daar heel veel succes mee, uh, man. Uh, Dank je Superleuk super dat je mijn gast was. Uh, ja. uh, Erwin Luyendijk van Kattecoat. En uh, nou, we spreken elkaar over een jaartje of vijf hier in de studio's. Ja. Kijken wat je dan mee bezig bent. Dankjewel. Uh, leuk dat je er was. En uh, heel veel succes met alles. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het kijken. Uh, naar. Uh, en als je hebt zitten luisteren naar de podcast, dankjewel voor het luisteren naar uh, weer een prachtig ondernemersverhaal hier op CVDTV. En uh, zit je op YouTube, hieronder klikken. Klik op het belletje, mis je helemaal niks meer en maak je ons super blij. En dat geldt ook voor als je zit te luisteren naar de podcast. Abonneer je op CVDTV, dan worden wij groter, vinden we fijn. Uh, en uh, dan kun jij altijd luisteren waar en wanneer je maar wil. Voor nu, dankjewel. Nogmaals, hoi.